In het volledig gerenoveerde Willemskwartier wordt in samenspraak met de bewoners en wijkcommissie een mooie groene ontmoetingsplek aangelegd. Er is ook plaats gemaakt voor een bijzonder oorlogsmonument. De definitieve toestemming komt hopelijk op tijd voordat de officiële opening op 28 september plaatsvindt. Het oorlogsmonumentje gaat op die plek komen in het midden van het plantsoen. Het wordt een stukje van een oude muur die hier vroeger stond. Op die plek in de Spiegelstraat. En die muur die hebben wij gered van de sloop samen met het portaal. We hebben hem uitgeslepen en met de grote hijskraan hebben we hem verzet naar een andere plek. Vanaf die plek wordt die muur hier weer neergezet als monument. Dat is een plek ook waar in september 1944, toen was Nijmegen frontstad, een granaat is ontploft en er zijn wat slachtoffers gevallen. De gaten zitten nog steeds in die muur. Dat is de reden waarom wij die muur hier heel graag terug willen hebben als herdenking, als gedenkmonument. Nadat we ongeveer een jaar lang met een hele groep omwonenden uitgebreid gediscussieerd hebben, want het is niet helemaal vanzelf gegaan, of we inderdaad het oorlogsmonument in hun, dus om het zo maar te zeggen, hun nieuwe parkje mochten neerzetten. Startte de procedure bij de gemeente om voor een vergunning. De emotionele betekenis van een hoop mensen hier in de wijk zal zijn dat het nog een stukje van de oudbouw is, zoals wij dat hier noemen. Een stukje van de oudbouw wat dan hier op deze plek komt te staan, wat een en al nieuwbouw is, die ook heel fraai is geworden. En wij denken dat dat een mooie combinatie is op deze plek. Ja, van belang is natuurlijk of wat het college gaat beslissen. Mede naar aanleiding van het gewijzigde advies over de plek van de Welstandscommissie. Nou, het monument, de muren, die is feitelijk al klaar. Er wordt een kleine omlijsting omgemaakt. Hij wordt iets verzonken in de grond geplaatst. Er zal een soort van plaquette opkomen. En 28 september dit jaar hopen wij hem te openen. Dat is ook precies de datum dat die muur getroffen is door een granaat, waarbij die slachtoffers ook getroffen zijn door granaatsplinters. De Welstandscommissie is nog in gesprek met bewoners om tot een goede oplossing te komen, maar heeft vertrouwen in de goede afloop.